onze reeks over hoe Limburg CO2-neutraal moet worden, gaan we onderzoeken hoe onze Limburgse bedrijven klimaatneutraal kunnen ondernemen. Het provinciebestuur wil onze Limburgse bedrijven stimuleren om CO2-neutraal te ondernemen. En waarom? Omdat bedrijven een heel grote invloed hebben op ons milieu. Ze gebruiken heel veel energie, ze gebruiken heel veel materialen. Maar ze zijn ook heel inventief. Ze kunnen eigenlijk van alles uitvinden om heel snel stappen vooruit te zetten. Een van die acties die al een tijdje aan de gang is, is het Milieucharter. Het Milieucharter is een samenwerking tussen VOCA en het provinciebestuur, waarbij wij een 20-tal bedrijven per jaar begeleiden om een stapje verder te komen in die milieudoelstellingen. Ze krijgen een extra begeleiding, ze krijgen ook raad van experten. En op het einde van het jaar evalueren we welke stappen ze gezet hebben en of het ook effectief resultaat opgeleverd heeft. Ga je die doen werken? We hebben het Milieucharter ondertekend omdat wij als bedrijf milieubewust willen omgaan met energie, met middelen en met onze producten. We kopen het ruwe materiaal. Het merk is Ferrari. We waren al voor het ondertekenen van het Milieucharter bezig met de verschillende milieuproblematieken. En wij hebben concreet 4 acties genomen. Dat is zonnepanelen. Dat hebben we geïnstalleerd op het dak voor 200 kilowatt piek. We hebben een nieuwe verwarmingsinstallatie gezet in onze productie. We hebben een nieuw dak, hoogisolatietak geïnstalleerd. En ook een volledig nieuwe verlichting die ook veel minder energie verbruikt. Ja, met positieve resultaten naar verbruik toe. En met minder dan de helft als finaal resultaat dat we uiteindelijk verbruiken. U ziet, de bedoeling is om krachtig de vele initiatieven die er zijn te bundelen. Een volgende stap die gezet is in CO2-neutraal 2020 is de klimaattop van afgelopen vrijdag. Afgelopen vrijdag hebben we verzamelingen belazen in het provinciehuis. Een 70-tal organisaties, waaronder ook heel wat bedrijven en de werkgeversorganisaties. De 4 grote werkgeversorganisaties in onze provincie hebben er ook hun schouders onder gezet. En we hebben dan ook de hele grote bedrijven die veel CO2 uitstoten uitgenodigd. En zij hebben zich geëngageerd om er werk van te maken om heel veel CO2 te besparen. Dus dit is een lasmachine waarbij we onze PVC gaan aan elkaar lassen en de las is even sterker dan het originele product. Mm-hmm. Nu, wat ik eens wil toelichten, tot een 3-tal jaar geleden was deze PVC niet recycleerbaar. Dus het was een serieuze belasting voor het milieu. Dit product bestaat uit enerzijds vezels en anderzijds een echte PVC-coating. Ja. Ferrari, onze leverancier, heeft in samenwerking met ons een project ontwikkeld dat noemt Texiloop. En dus wij kunnen het product volledig recycleren. Er komen 2 zaken uit. Enerzijds vezels, die daar dus in zitten. Daar gaat men tapijt vandaag de dag van maken. En anderzijds PVC-korrels. Ja. En van de PVC-korrels maken we bijvoorbeeld vandaag sproeisystemen voor de tuin. Buizen, noem maar op. Ook Ferrari hergebruikt ze zelf voor nieuwe producten te maken. Eigenlijk de klassieke PVC-buis komt daarvan voort. Ja. Dat is een heel belangrijke stap in onze technologie om... Closing the circle. Closing the circle, dat is het. Ja, volledig. Mm-hmm. Zijn jullie dit engagement aangegaan uit economische overwegingen of uit milieuoverwegingen? Finaal is het beiden, maar oorspronkelijk is het niet uit financiële redenen. Is het zuiver ecologisch. Want als men ziet welke investeringen er tegenover staan, dan gaan aandeelhouders toch 2 keer nadenken. En toch hebben jullie die stap gezet? Toch hebben we die stap gezet omdat we met het milieu ons er sterk van bewust zijn dat de afdruk zo klein mogelijk moet zijn. We denken aan ons nageslacht, dat is heel belangrijk. Maar ook als bedrijf willen we milieu hoog in het vaandel dragen. Het is allemaal een vrijwillig engagement. Het is een vrijwillig engagement. We gaan natuurlijk niet de bedrijven de sleutel op de deur zetten, de schoorstenen dichtleggen in 2020. Absoluut niet. We willen zeker geen ecologisch paradijs op een economisch kerkhof. Nee, we zien juist dat dat voor bedrijven uitdagingen zijn. Dat het een nieuwe economie is, wereldwijd. En in Limburg vinden we dat onze bedrijven daarin moeten voorlopen.